De toiletpapierfabriek Shenlong heeft vanmorgen een aantal instellingen bedacht met een donatie. Dit jaar zijn er 19 instellingen bedacht, waaronder kindertehuizen, bejaardentehuizen en tehuizen voor gehandicapten en besmette kinderen. Georgette Garcia Elias, hoofd van het bureau van de First Lady, vertegenwoordigde presidentsvrouwe Ingrid Boutersen. Garcia Elias gaf aan dat het een prijzenswaardig initiatief is om sociale instellingen te gedenken. De ambassadeur van China, Liu Quan, beloofde dat hij de lokale Chinese ondernemers zal stimuleren om meer te doen voor de samenleving. We weten dat het moeilijk is en het is eigenlijk een voorbeeld die hij geeft en die andere bedrijven in feite ook zouden moeten opvolgen. Nogmaals, ik wil ook namens haar, meneer Sinda, heel erg bedanken dat hij aan jullie denkt en dat hij dit elk jaar weer doet. Encourage them to shoulder their responsibility to the social responsibility. When you have made your money, you have to, you know, give some to those people who in the society who really need it. So I hope that Chinese combined companies in Suriname will continue to do what like Mr. Sida has been doing. De directeur-eigenaar van Shenlong, Sida, gaf aan dat hij probeert terug te geven aan de samenleving. Het bedrijf doet dit al 10 jaren. Sida zegt dat hij het niet alleen doet, maar samen met zijn hele staf. Het bedrijf Wagabu Tanasut Sarana Samahibi. Het bedrijf moest Luku Plasiri Libi Suma. De Suma va Anomang. Kan de Suma Anomang Libi Bon of San de Steden Dori de Unuka Hibi. Oru Suma, de Tinegre, Bibi Suma. Ja. Lukunam, de Mikien, mi bredi. No? De Suma Bibum Suma Akam de Giali Bon, mi bredi. Mino Wam Brasili. Minukuki Tinegre Pembos, de Oru Suma. Op was man die liep onder een bigi pembos gegaan. Daar hier en daar in een holu met die antapen, soft, barming, ori, dit is een alaf sem. Ja, dus dat je liep is man had ouders man naar pembos tienengele op baby vastgekend. Sida, directeur-eigenaar van toiletpapierfabriek Shenlong. Hij sprak vanmorgen na de donatie aan 19 instanties. De overhandiging vond plaats op het terrein van Shenlong aan de Bowlingstraat.